Het jaar 2011 zit er nu echt bijna op. En het was een heel, heel zwaar jaar. En ik ben zo ontzettend benieuwd hoe 2012 gaat worden. En daarom rijden wij vandaag het hele land door op zoek naar paragnosten die ons een voorspelling geven voor het nieuwe jaar. 2012, heb je wat positiefs voor ons te melden of is het, wordt het een zwaar jaar? Het wordt een heel zwaar jaar. Het enige positieve wat ik, wat ik voel is dat we wel een betere zomer krijgen. Een warme zomer. Dat is wel een beetje makkelijk. Ja. Het was een hele slechte zomer ja. dit jaar. Ja, ja, ja. ja. Nee, maar dat, dat gaat wel beter worden. Wat kunt u ons vertellen? Over het nieuwjaar, Nou, je zegt van een, een zwaar jaar hebben we achter de rug. Maar ik denk dat dat maar een heel voorzichtig voorspel is voor datgene wat er gaat komen. Ja, dat lijkt allemaal naar. De wereld lijkt naar. De wereld is op een gedeelte naar. Midden-Oosten is naar. En dat blijft naar. Iran blijft heel verschrikkelijk. He, Iran die, uh, zal inderdaad dit jaar proberen een, uh, ik zeg het gewoon een Wereldoorlog 3 te, te beginnen. Wat ik niet zie. Ik zie geen Wereldoorlog in 2012. He? Ook geen pogingen daartoe. Nou ja, rustige jaar. Nou, Syrië blijft toch natuurlijk uh, in, 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 in een vervelend iets. Ik zie de aarde niet vergaan in 2012. Ik zie je hem wel vergaan. En nou, ik denk dat de aarde overspoelt met water ja en dat we hier beginnen in Den Haag en uh, omstreken. Ja. Nederlands elftal, al. Wat gaat daarmee gebeuren op TK? Dat ze geen Europees kampioen worden. Nou, ik denk wel dat we de eindronde halen. Ik, 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 ik denk dat het, een beetje, dat het een beetje een teleurstelling gaat worden. Ik zie eerder Duitsland eigenlijk meer eigenlijk, uh, bovenaan gaan komen. En Nederland, uh, ja, helaas. We gaan in ieder geval genieten van de overwinning van ons Nederlandse elftal, natuurlijk. Maar ik denk dat het een hele spannende strijd wordt en dat ze heel ver komen. Komen we wel door de poolfase heen? Ook dat denk ik, dat het, dat het niet gaat worden. Nederland wordt wereldkampioen. Is er nog iets specifieks wat je kunt benoemen? Weet je, van dat heb ik gezien, dat, daar gaat heel Nederland stijl van achterover slaan. Nou, ik denk dat, dat de bomaanslag die ik heb gezien in Londen, dat dat een heel groot effect heeft op iedereen. Uh, een, een aanslag in de Piccadilly Circus wordt uh, voorkom, voorkomen. En dat is precies voordat eigenlijk de explosie zou plaatsvinden. Treinstation, ja. Weet je op welk? Uh, geen idee. Ik ben, ik weet de weg niet in, in Londen. Bedoelt u het Piccadilly plein of bedoelt u het metrostation wat eronder zit? Het uh, metrostation. Als je het uh, hebt over een aanslag in, uh, in Amsterdam, dat beeld heb ik, dat gevoel heb ik, dat dat uh, met de metro in Amsterdam te maken heeft. De Nieuwe, de Noord-Zuidlijn? De Noord-Zuidlijn. Voor Nederland krijg ik geen eigenlijk hele ernstige naar uh, dingen. Uh. Zijn we veilig? Zijn, zijn er aanslagen op komst? Nee nee nee, 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 nee. Niet in Nederland in ieder geval. De drijven van een terroristische aanslag hebben wij in groen, oranje en rood. Hebben we dat aangegeven? Moet die naar rood? Ik denk dat die naar rood moet. U heeft het zelf gehoord. Het komende jaar kan nog alle kanten op. Maar ik denk vooral dat u er zelf iets van moet maken.